Dit programma wordt u aangeboden door het Rotterdamse Uitbureau en Luxor Theater Rotterdam. Goedenavond en welkom bij TV Rijnmond. Welkom bij Devon Stage. Niet vanuit de Rijnfoyer in het Nieuwe Luxor, maar we staan op het culturele plein, noem ik het maar even, hier in de stad Rotterdam. Want we hebben vandaag een speciale uitzending. We hebben een special rondom Petticoat. Vanaf 27 oktober te zien in het Nieuwe Luxor Theater. En het is een bijzondere productie. Ze hebben er 3 jaar lang aan gewerkt en hij is speciaal voor Chantal Jansen geschreven. Daarom een special rondom Petticoat. Het verhaal van de musical is simpel. Petticoat speelt zich namelijk af in de jaren 50 en vertelt het verhaal van het Groningse plattelandsmeisje Patty dat erover droomt om de Nederlandse Doris Day te worden. Ze springt in het diepe en vertrekt naar de grote stad Amsterdam waar niets blijkt te zijn zoals ze het zich had voorgesteld. Na 3 jaar hard werken mogen Chantal en de cast dan het applaus in ontvangst nemen in een vol Amsterdams carré. Natuurlijk zijn de spelers op de premièreavond enthousiast. Verderop in dit programma zien we hoe alles rondom Petticoat tot stand is gekomen. Maar eerst nog wat positieve reacties, zoals dat hoort bij een première. Het is een hele mooie avond en zoals bij premières gaat het ook gedeeltelijk een beetje aan je voorbij allemaal. Maar ik denk dat we ongelooflijk trots mogen zijn. Hier kan je alleen maar van dromen. Dat alles wat we 2,5 jaar lang hebben bedacht, dat het op zijn plek komt. Ik heb Chantal vanavond ook echt... Jezus, dat was echt goed. Echt, het was echt emotioneel. We wisten dat het vandaag moest gaan gebeuren. En we hebben het gewoon gedaan. Ja, het is echt waanzinnig. Ik ben helemaal flabbergasted. Dat heb ik niet snel. Ik ben niet snel uit het veld geslagen, maar ik merk nu echt oprecht dat ik dat echt ben. Ja. Het was hartstikke zenuwslopend. Ik kom niet eens met mijn woorden. Ik heb niet eens gedronken. Maar het was wel echt heel erg fijn om mee te maken. We zijn natuurlijk een verwend volk door alle musicals die we hebben gezien. Nou, dan is het een feest om te zien dat bij die Nederlandse musical echt Nederlands eigen verhaal. Moet je nog moed hebben ook om dat te doen, want iedereen zo gelukkig. Prachtig, ook taal vond ze erin prima. Dus ik heb genomen. Eindelijk ben ik tevreden. Hier hebben we naartoe gewerkt. Dat was fantastisch. In afwachting van het interview wat ik straks ga hebben met Chantal Jansen, 10 minuten heb ik. Even rustig chillen hier op het, beetje het culturele hart van de stad, hè? Culturele hart van de stad, inderdaad. Ja, er gebeurt echt heel muziek, veel. Muziek, film, de Schouwburg en ja. Serge. En ik. Voordat we naar de tips gaan, er zijn mensen die zich afvragen waarom weet jij nou zo ontzettend veel van wat er allemaal te doen is in de stad. We nemen nu even de tijd om dat even kort uit te leggen misschien. Waarom? Maak ik een heel klein stapje terug. Ja. Dan was ik een heel klein jochie. Mensen denken vaak namelijk dat je echt moet opgroeien met kunst en cultuur om daar iets van te vinden. Ik was een jochie van 12. Mijn ouders die gingen niet naar theater, concert of wat dan ook. En ik wilde dat toch graag een keer doen. En toen ben ik als 12-jarig jochie van Soeburg naar Middelburg gefietst. Dat is 20 minuten fietsen. Door regen en weer en wind om naar de Schouwburg te gaan. Naar een eerste voorstelling. Welke was en, dat? Dat was van Joke Bruis. Oh. En ja, ik zocht iets bekends. En toen ben ik door dat boekje gaan bladeren van de Schouwburg daar. Toen kwam ik bij bekendere producties. En toen ben ik steeds vaker gegaan. Mijn buurman die heeft me toen wat over klassieke muziek geleerd. Want ik wilde dat ook weten. En toen heb ik er een tijd lang niks mee gedaan, totdat ik in Rotterdam kwam wonen. En dat was tijdens het culturele hoofdstadjaar. En toen dacht ik, ja, in deze stad is zoveel te doen. Hier wil ik echt wat meer mee gaan doen. En toen ben ik naar de toneelacademie gegaan.
Daar heb ik mijn opleiding afgerond en daar zat ook het vak cultuurbeschouwing bij. Ja. En daar leren we heel veel over kunst en cultuur. En sindsdien, toen ben ik bij het uitbureau gaan werken uiteindelijk. En sindsdien weet ik redelijk wat van cultuur, maar het is vooral veel gaan. Maar wat zie jij alles, al die tips die je iedere week geeft, heb je dat allemaal gezien of ga je dat ook allemaal zien? Of? Ik probeer het allemaal te zien, maar dat is niet altijd mogelijk. En soms zijn er tips die moeten nog in première gaan. En die kan ik dus niet van tevoren zien. Nee. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk te gaan. Okay. Komende week natuurlijk ook weer genoeg te beleven in de stad. In de stad, op verschillende plekken. De Schouwburg komen we straks nog even op terug. Maar we beginnen met Zuidplein deze week. Waar Daniel Arends zijn nieuwe show Blessuretijd in try-out heeft. Try-out, ja, wij kennen het misschien wel, ja. Maar dat is een Engels begrip, want dat zit nog voor de première. Hè? Dat zit nog voor de première en dat is vaak nog spannender dan de première zelf. Omdat als artiesten met hun nieuwe voorstelling gaan try-outen, zoals dat heet, dan is dat vaak voor het eerst dat ze voor het publiek spelen. En je kunt je voorstellen dat je dan van tevoren hebt bedacht dat een grap zo zal vallen. En dan zit je met een zaal vol publiek en dan valt die grap compleet anders. En dan moeten ze daar dus nog wat mee doen. Ja. En... Maar wat is het voor jongen? Waar komt hij vandaan? Welke sporen heeft hij verdiend? In 2006 was het de winnaar van de publieksprijs en de juryprijs van Kameretten. Oké, dat is niet zomaar wat. Dat is niet zomaar wat. Als je die alle twee wint, dan zegt dat echt wel wat over je talent. En hij is nu dus 4 jaar bezig. En je ziet dat hij nu dus echt aan het doorzetten is. En dat is wel heel spannend ook. Dus die try-out in Zuidplein, zeker de moeite waard om te bekijken. Oké, wat hebben we nog meer? Wat we nog meer hebben? We hebben een Full Moon concert in het WMDC. Waar zit dat? Ik heb er wel eens over gehoord, maar waar zit het? Het zit in Delfshaven. Oh, oké. Ja, bij de Pieter de Hoogweg. En ze zijn gekoppeld aan de Rotterdam World Music Academy. En dat is een bacheloropleiding in Rotterdam met 5 studierichtingen in wereldmuziek. En zij geven iedere maand rond de volle maan, daarom heet het Full Moon Concert, geven zij een gratis presentatie. Echt een concert. En dat is dus in het weekend van, of op de avond 22 oktober. En dan geven zij een gratis concert. En wereldmuziek, dat neem ik aan, overal ter wereld. Het is zo simpel als de naam doet vermoeden. Ja, nou ja, het gaat wel. Ze zijn iets specifieker. Ze hebben dus die 5 richtingen. Flamenco zit daarin, Latin jazz zit daarin, India's, Turks hebben ze in de opleiding zitten. En dat mixen ze ook met modernere muziek. En zo krijg je dus hele bijzondere mixen van wereldmuziek. En dat bij de volle maan. Wie precies, weet wat het losmaakt. Oh jee. Gratis kaartjes, want het is een beetje een andere uitzending deze week. Maar ja. We geven wel kaarten weg. Hè? We geven 3 keer 2 kaarten weer weg. Voor? Voor John Buisman. Iedereen wel bekend. Ja. Een bekende Rotterdammer natuurlijk. En die heeft de voorstelling Buck gemaakt. Die heeft hij al eerder gemaakt en die wordt nu in reprise genomen, zoals dat heet. Dus die wordt nog een keer gespeeld. Teksten toch van Jules Deelder, volgens mij? Ja, de teksten zijn oorspronkelijk van de Amerikaanse schrijver Charles Bukowski. Ja. En daar komt ook de naam Buck vandaan, dat is de afkorting van Bukowski. En Jules Deelder die heeft de teksten vertaald naar het Nederlands en daar een slag aan gegeven dat ze ook in het Nederlands nog goed klinken. Ja, maar bij John Buisman denk je altijd wel, het is gezellig en er wordt lachen en dat is een Rotterdamse avond met een Rotterdamse tongval, maar... Ja. Dat gaat deze avond wat minder worden. Ja, het is wel serieus. John Buisman natuurlijk, maar die man die heeft zoveel talent dat hij daar meer dingen mee kan dan alleen maar de grap. En een van de dingen die hij doet, hij heeft 2 mensen met wie hij ook muziek maakt. Dus er zit veel muziek in de voorstelling. Maar het leven van Charles Bukowski, dat is, ja, is ook niet een heel vrolijk leven. Die man die had een alcoholverslaving. En schrijvers met een alcoholverslaving die leveren vaak prachtig materiaal. Maar het leven zelf? Maar het leven zelf is wat minder om te lachen natuurlijk. En daar heeft hij de voorstelling Buck voor gemaakt. Nou, u kunt er naartoe als u mailt naar devonsteeds@rijnmond.nl en tik er even bij waarom je heel graag naar Buck wil gaan van Buisman. Meer tips van Serge via het rotterdamsuitbureau.nl. .nl inderdaad. Ja, ik ga naar Chantal. Is er iets wat ik namens jou moet vragen aan madame? Nee. Nee? Nee. Ja, ik heb maar 10 minuten, dus... Nee, alles wat ik wil vragen, dat moet ik hem maar een keer face-to-face vragen, denk ik. Oké, wij gaan naar Amsterdam. Nou Chantal, wat moeten we over musical zeggen waar de kranten lovend over zijn? Mensen zeggen, dit is alles, dit is het. Ik bedoel, ja, wat kom ik eigenlijk doen? Ja, nou, ik wil het best nog wel een keer voor je herhalen, al die kranten kopen. Maar nee, het is wel echt fantastisch ontvangen dat...
dat hadden we echt nooit durven dromen. Nee, we hoopten het natuurlijk wel. En we wisten ook wel met z'n allen, bijvoorbeeld een half jaar geleden, toen we voor het eerst een beetje bij elkaar zaten met het uiteindelijke script. Dit kan iets bijzonders worden, alleen je weet niet of de mensen dat ook vinden. En dan één dag voor de première dacht ik zelfs, oh god, zet ervoor dat we allemaal gek zijn. Dat we het allemaal verkeerd hadden of zo. Maar dat was gelukkig niet zo. Wel ja, nog wat feestelijke premièrebeelden. Alle leuke jongens, alle leuke jongens. Iemand neemt een besluit, we gaan een musical maken rondom Chantal. Ja. Wat was het eerste wat je dacht toen je dat hoorde? Nou, eigenlijk zoals ik nu reageer eigenlijk op deze vraag. Omdat dat was ontzettend raar. En ik had zoiets van... En meteen schiet het door je hoofd. Hoe ga ik dat waarmaken? Kan ik dat wel waarmaken? En wat een verantwoordelijkheid. Het is 10 minuten van aanvang van de tweede acte. Ja, we zitten in de pauze. Dan krijg je dat. Dus ja, dat was ontzettend vreemd. Toen Joop mij dat vertelde. Maar gelukkig is het goed uitgepakt. Ja. Chantal speelt in de musical het meisje Patty, dat dus vanuit Groningen naar Amsterdam gaat om haar droom na te jagen, omdat ze een bekende zangeres wil worden. Omdat Patty uit Groningen komt, moet het Gronings dialect erin gestampt worden. Tolle Peert verjocht te vliegen met zijn staart. Verjocht? Tolle Peert. Verjocht. Verjocht. Van oor, de oorklank van oor, uit oor. Mm-hmm. Verjocht, de vliegen. De vliegen. Vliegen, oi, de oi. Vliegen. Ja. Je kan geen Gronings leren, maar ze moeten wel met een accent praten. Dus dat is eigenlijk lastiger dan wanneer je iemand Gronings echt Gronings moet leren. Het is interessant omdat je als acteur altijd serieus genomen wil worden in wat je doet. Maar je moet af en toe eens een uitstapje maken. Ik wil serieus genomen worden. Nee, maar ik wil echt serieus genomen worden. Ik wil eens een keer serieus genomen worden. Serieus? Patty, aanlijk, spreek hier dan normaal. Heb je nog een moment gehad dat je dacht van, oh, dit is te veel, dit moet ik dadelijk, jij moet het dragen. Nu is het allemaal goed, dus achteraf gelul, zeg maar. Nou, maar van tevoren had ik dat natuurlijk wel, maar dat was voor de repetitieperiode. Toen had ik dat heel erg, want toen dacht ik, stel je voor dat er ook nog een cast is die ook nog eens denkt, ja, waar hebben we haar dan? Moet zij dat nou gaan doen? En vanaf de eerste dag dat ik in deze cast kwam, toen voelde ik al dat helemaal niet speelde. En dat we vooral echt een topcast hebben. We hebben echt zulke goede mensen, vooral het ensemble is fantastisch. En je kan wel van alles en heel goed je best doen en van alles doen. Maar als het ensemble om je heen niet goed is, dan ben je nog nergens. En dat zijn zij. Dus al met al, het hele plaatje, dat klopt gewoon. En volgens mij voelt men dat ook, en zeker met de première, dat echt een totaalpakket is wat heel belangrijk is. En wat energie geeft. En daarom is het denk ik ook goed ontvangen. En daarom kan ik dit ook goed doen. Ja. Door de mensen naast me. Omdat de musical zich in de jaren 50 afspeelt, moest er een Engelse choreograaf aan te pas komen om die tijden terug te brengen. Maar hoe dansten ze in die tijd? The early 50s was very rock and roll, and then it went to jive in the mid 50s, and then by the end of the 50s, there's a dance called the Madison. But then after that, people started breaking away and dancing by themselves. That's when there was in this. So for this show, I was thinking, I can't think. What kind of dancing am I going to do like this? En in hoeverre is het verhaal belangrijk wat jullie vertellen? Iemand heeft een droom, woont iets wat verder van Amsterdam af. Ja. Stel, je woont in Rotterdam, je hebt een droom, je moet naar Amsterdam toe. Ja, dat is dan maar een uurtje met de trein. Maar dan vroeger Patty vanuit Winschoten, dat is dan wel iets langer. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je vanuit een klein dorp dan naar Rotterdam wil. Dan denk je toch van, moet ik daar nou als dorpeling? En er zijn vast, ik ben een speld in een hooiberg. En dat is met Patty ook zo. Alleen ja, je krijgt opeens de kans. En door je talent word je dan een ster in dit verhaal. En dat kan met iedereen gebeuren. Ja. Dus dat is wel een boodschap. Zo van, denk nou niet dat je een of ander provinciaaltje bent. Dat heb ik vroeger ook gedacht. En
Ik ben niet mooi genoeg en allemaal dat gezeik. En dat denk je nu nog steeds. Alleen zijn er nu heel veel dingen wel gelukt en dat is fijn. Ja. Joop van den Ende is en blijft betrokken bij alles wat er door zijn productiemaatschappij gemaakt wordt. En vooral bij een hele nieuwe productie houdt hij de vinger aan de pols. Er is immers geen voorbeeld om naar te kijken. Wat wel is bij een buitenlandse musical die naar Nederland komt, zoals The Phantom of the Opera of Les Miserables. De eerste doorloop is... Dan is het allemaal nog heel ruw. Maar wat je heel erg kan zien is hoe de rollen zich ontwikkelen. En wie nog niet zich ontwikkelt en wie nog achter is. Zingen ze een stukje? Nou, dat vind ik heel gek om zo even te doen. Dat ze uit de moeten. Doe het zo vlak. Jij maakt me blij. Want met dat lachje rond je mond lag jij de bloemen uit de grond. Ik ben... Ja, echt ongelooflijk enthousiast. Ik zie natuurlijk zijn er allemaal dingen, maar ja, dat is logisch. Geloof me jongens, als we hier nog verder onze tanden inzetten. En ik heb de beelden erbij, ik weet hoe de kostuums en belichten, het geluid en de arrangementen. Het is fantastisch. We hebben echt goud in onze handen. Dankjewel. De musical speelt zich een beetje af in de jaren 50. Weet je wel. Nee, Nederland is nog helemaal verzuild. Als je christelijk bent, dan kijk je de NCRV en dat soort dingen. Ja. Nu, anno 2010, heb je X-Factor, Idols, The Voice. Ja, dat heb je nu allemaal. Nou, het gekke is, het speelt zich af eind 50er jaren. 59 om precies te zijn. Die zuilen beginnen al wat te wankelen en sommige vallen al om. Dus er gebeurt heel veel in Nederland rond die tijd. Dus dat was een perfecte tijd om de musical daar in te laten afspelen. Alleen het rare is, het is wel eind 50er jaren en nu zit het in 2010. Wat het allemaal met zich meebrengt om opeens een ster te worden... Dat gebeurt hetzelfde met een X-Factor of met een Voice. Je komt opeens op tv en dan mensen kennen jou. En gisteren werkte je nog ergens in een meubelwinkel. En opeens kom je op tv en ben je bekend of beroemd aan het worden. En dat is met Patty ook zo. Die komt in één klap, ze wint een talentenjacht. Die toen in Nederland, als je een goede talentenjacht won, dan had je wel even een leuke kans. En in één klap wordt zij beroemd. Dus ze krijgt ook te maken met dingen die ze over haar schrijven, maar die ze zelf nooit heeft gezegd. En haar vader wordt daarmee geconfronteerd. En nou, dat gebeurt nu nog steeds. Dus dat is hetzelfde. Niks verandert dus in de loop der jaren. Net als het grappen en grollen bij een productie. Altijd lachen, gieren, brullen achter de schermen. Eigenlijk, je had eigenlijk voor en na. Dus weet je, wacht even. We komen dus, je hebt ons voor gezien. Zometeen na. Dan gaat de deur open en dan doe je zo'n klik, knip erin. En dan denken de kijkers, nee, zo snel? Oké, wacht, ga de deur dicht. Even camera uit. Mike. Ja, wacht even, ik zit echt even met een... Mike. Ik ben er bijna. Het programma duurt maar 25 minuten. Ja. Dit is Mike. Of moet ik zeggen sorry? Willem. Willem van Rode. Nou, Ahmad. Tot ziens. Het wordt een jaar lang nog dit. Nu in Amsterdam. Straks het land in. Vanaf 27 oktober ook in Rotterdam te zien. Ja. Is dat leuk, toeren? Ontzettend leuk. Ja? Wordt er al iemand erdoor geklopt? Hoi! Ja, schrik jij even? Ja. Nee, het is ontzettend leuk om te gaan toeren. En niet omdat jullie het nou zijn, maar ik vind Rotterdam wordt ontzettend goed gereageerd. Het is weer 5 minuten voor aanvang van de tweede aflevering. Dus graag cast en crew naar toneel, orkest naar bak en mensen van de cast. Vergeet alsjeblieft niet langs de zenders te lopen voor de zendercheck. Dankjewel. Het lijkt wel een bedrijf, hè? Ja, het is net alsof het werk is. Dat is heel raar. Nee, de prikklok ontbreekt volgens mij. Ja, nee, die hangt er ook nog. Nee. Dus het is... Maar Rotterdam, je wil niet... Ja, Rotterdam. Ja, zeker ja. Maar ik vind Rotterdam reageert de zaal altijd zo ontzettend goed. Ja. Volgens mij omdat mensen in Rotterdam en omgeving ook behoorlijk outgoing zijn. Tenminste, in mijn belevingswereld. En dat is ontzettend leuk. Het is heel fijn. Het is echt... Zo leuk om daar te spelen, omdat je meteen reactie hoort. Goedenavond, dames en heren. Het is 5 minuten voor aanvang. 5 minuten voor aanvang voor ons eerste... En dan is het showtime. De spanning neemt nu toch wel toe. En dan hoor je dat publiek. En dan, ja, dan begint dat echt te tintelen. Ja, rustig aan. Proberen te blijven ademen. 12 keer naar de wc, dat hoort er ook bij. De voorbereiding, ik sluit me eigenlijk af. Ik kan zelf niet zoveel meer hebben vlak voor aanvang aan leuke gesprekken.
precies, het was op een woensdag in april. Voor mij is echt het ergste de haasverkledingen. Ik hoop zo dat het goed gaat. Ik heb, mijn ergste is een haasverkleding van 16 seconden. En dan moet ik een hele metamorfose in hebben met een andere pruik en schoenen. En daarna moet je weer net doen alsof het allemaal heel goed is gegaan. En daar moet je tegenin spelen. Dus daar ben ik wel een beetje gespannen voor. Ik moet van gewone kleding in een rockkostuum binnen, nou wat zal het zijn, 40, 50 seconden. Dus dat was wel een dingetje dat ik dacht, oh ja, nu komt het doem, 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 doem. Helpt wanneer het regent in je hart. Laatste vraag, want anders word je voor mij ook een beetje gestrest. Over humor, het komische is ook erg belangrijk in deze musical. Ja. Maar ik vanuit mijn eigen ervaring denk ik, ja, in Amsterdam lachen ze om andere grappen dan bijvoorbeeld in Rotterdam. Dat heb je zelf ook wel eens een keer meegemaakt. Ja, nou, dat valt dus wel mee. Ja, ondanks dat Patty vanuit Winschoten naar Amsterdam gaat, zijn er wel leuke Amsterdamse dingetjes. Ze wordt uitgenodigd om naar de Cineac te gaan. Een van de eerste grote bioscopen in Amsterdam. Maar er zijn niet zoiets van, we maken een hele platte grap in platte Amsterdam en zo. En die begrijpen ze in Rotterdam niet helemaal. Want volgens mij zijn de mensen in Rotterdam ook wel intelligent genoeg. Dus nee, dat... Gaat het super goed werken, overal. Allerlaatste vraag. Er is heel veel. Het aanbod in de theaters is gigantisch. Ja. Waarom moeten ze die 3-4 tientjes aan Petticoat uitgeven? Petticoat is een perfecte mix van humor, van drama. Een tijdsbeeld van Nederland van toen is ontzettend leuk gelukt. En ondanks dat je in die tijd niet geleefd hebt, want ik dacht eerst ook van, ja jongens, ik ben 31, ik heb er natuurlijk helemaal geen idee van. Dan nog heb je een topavond. En het is echt een veel gebruikte slogan van 8 tot 80, maar het is echt een musical van 8 tot 80, van 8 tot 88. Ja, echt, het is echt een perfecte mix van alle genres. Dus daar zijn we heel trots op en ik hoop dat iedereen... Komt kijken. Ho ho ho, ze was wel de theepot in Beauty and the Beast. Tante Jans en Siske de Rat, Roxy Hart in Chicago, de gulle minnaar op het witte doek en in Pipo en de Parelridder. En nu in Devon Stage, Mariska van Kolk. Ze komt dansen, ze komt zingen, ze komt praten, ze komt hartstikke veel doen. Zaterdagavond, Devon Stage, TV Rijnmond. Dit programma werd u aangeboden door het Rotterdamse Uitbureau en het Luxor Theater Rotterdam.